Een dashboard toevoegen aan Home Assistant. Ik wil nu gaan laten zien hoe je een dashboard kan gaan toevoegen aan Home Assistant. Dat kan je op verschillende manieren kan je een dashboard gaan maken. Je kan hier boven naast huis in de blauwe balk kan je allemaal tabbladen gaan neerzetten. Je kan ook hier aan de zijkant in deze witte kolom kan je allemaal verschillende dashboards gaan maken, waarna je op het dashboard zelf hier allemaal weer tabbladen gaat maken. Dat is een keuze die je zelf moet maken, wat jij het handigste vindt. Voor nu ga ik hier deze balk gebruiken om mijn dashboards te maken. En dat wil ik gaan laten zien. Daarvoor gaan we als eerst eventjes deze balk leegmaken. En daarvoor klik je even op Home Assistant, hou je hem even vast. Als je dan loslaat, dan kan je al deze kaarten verwijderen. En vervolgens klik je op klaar. Nou, nu kunnen we het dashboard gaan toevoegen. En daarvoor gaan we naar instellingen, hier linksonder in beeld. En vervolgens ga je naar Lovelens Dashboards, hier onder in beeld. En nu kunnen we een dashboard gaan toevoegen. Daarvoor ga je naar de knop Dashboard toevoegen rechtsonder in beeld. En nu kunnen we het dashboard gaan aanmaken. Als eerste kunnen we een titel opgeven. Zo, voor nu noem ik hem even Home. En nu kunnen we eventueel nog een pictogram toevoegen. Dat hoeft niet per se, zou kunnen. Dat kan je doen door MDI dubbele punt Home in te vullen. En dan zie je hier een Home icon komen. Ik ga later nog meer vertellen over icons. Maar voor nu zou je het eventueel zo kunnen doen. Nu zien we daaronder nog twee opties van toon in zijbalk en alleen beheerder. Als je toon in zijbalk aanzet, dan komt hij hier in de witte balk aan de zijkant te staan. Zet je dat uit, dan komt hij daar niet te staan. En je hebt nog de optie alleen beheerder. Als jij bijvoorbeeld een instellingenpagina maakt, of een pagina die je andere gebruikers niet hoeven te zien, die alleen de beheerder mag zien, dan kan je deze optie aanzetten. Als je alles hebt ingevuld, klik je op aanmaken. En nu zie je hier aan de zijkant het dashboard Home staan. Nu maak ik nog eventjes een dashboard aan. Dan doe ik bijvoorbeeld verlichting. Daar vul ik even geen pictogram in. En dan klik ik weer op aanmaken. En nu zie je hier ook gewoon verlichting staan. Nu gaan we eventjes naar het dashboard Home. Daar kunnen we op klikken. En nu zie je hier dat Home Assistant alle apparaten heeft toegevoegd die je aan je Homey hebt gekoppeld. En dat is aardig wat. Je hebt ze allemaal wel bij elkaar gezet, de schakelaars bij elkaar en dat soort dingetjes. Alleen natuurlijk niet echt handig. Dus we willen graag met een schoon en leeg dashboard beginnen. En daarvoor ga je naar de drie puntjes in de rechterbovenhoek. Dan doe je configureer UI. Nu kan je gaan zeggen of aangeven wat je wil. Home Assistant kan alle apparaten die je toevoegt automatisch op je dashboard zetten. Ik adviseer om dat niet te laten doen, want als je een dashboard hebt gemaakt en je voegt weer een sensor toe aan Homey, dan zal deze automatisch op jouw dashboard komen te staan en dan verandert je dashboard elke keer. Dus dat zou ik niet adviseren. We vinken hier eventjes de optie aan begin met een leeg dashboard en dan kies je voor name over. En nu heb je een leeg dashboard. Nu kan je tabbladen gaan toevoegen en dat doe je door hier op het plusje te klikken. Kan je een titel opgeven, bijvoorbeeld algemeen. Geef nu even een naam. Je kan een pictogram toevoegen. Je kan bijvoorbeeld ook alleen een pictogram toevoegen. Dus als ik nu weer MDI dubbele punt Home doe,
dan zal die alleen het pictogram weergeven als je de titel weghaalt. Hier heb je ook nog badges. Kan je de verschillende apparaten toevoegen, bijvoorbeeld een rookmelder, dan zal die dit plaatje hier bovenaan in beeld neerzetten. Maar dat willen we niet, dus deze haal ik even weg. En je hebt hier zichtbaarheid. En hier kan je aangeven welke gebruikers dit dashboard mogen gaan zien. Dus mocht jij bijvoorbeeld kinderen hebben en je wilt niet dat je kinderen dit dashboard zien, dan kan je hier het schuifje uitzetten en dan krijgen jouw kinderen dat niet te zien. Moet je wel even een aparte gebruikersnaam en wachtwoord voor hun naam maken. Oké, okay. We hebben dit nu allemaal ingevuld en dan klik je op opslaan en je ziet hier nu dat het icoontje er is komen te staan. Zo maak je dus dashboards. In een andere video ga ik uitleggen hoe je de verschillende kaarten kan toevoegen aan je dashboards.